Vandaag interviewen we Gerber Huiberts. Hij is de vader van Kik en professioneel piloot op Schiphol. Wij interviewen hem op Schiphol op het panoramaterras. Welkom op Schiphol allemaal. Ik ben Gerber, de vader van Kik. Ik ben blij dat ik de kans krijg om iets te vertellen over de mooiste baan die er is op de wereld. Het beroep van de verkeersvlieger. Ik zelf ben gezagvoerder bij de KLM. Op dit moment op de Boeing 737 vlieg ik voornamelijk binnen Europa. Hoe bent u op het idee gekomen om piloot te worden? Ik ben na de middelbare school in eerste instantie bedrijfskunde gaan studeren. En na een aantal jaren was ik toch op zoek naar iets wat beter bij me paste. Toen ben ik de selectie gaan doen voor de KLM Luchtvaartschool in Eelde en voor de Marine Luchtvaartdienst. Die zat op dat moment in Den Haag. Als eerste ben ik aangenomen bij de KLM Luchtvaartschool destijds. En ook omdat het beroep van verkeersvlieger in de burgerluchtvaart mij meer aansprak dan een militaire functie, ben ik dat uiteindelijk gaan doen. Welke opleiding heeft u gedaan? Ik heb het VWO gedaan, in Den Bosch destijds ook. Daarna ben ik de vliegopleiding gaan doen aan de KLM Flight Academy in Eelde. Onder Groningen ligt dat. Die opleiding bestaat nog steeds en dat is een van de hoogst aangeschreven opleidingen om verkeersvlieger te worden in Nederland en wellicht ook wel in Europa. Welk vakpakket hoort bij de opleiding voor piloot? Op dit moment heb je nodig natuur- en scheikunde en wiskunde B. En heel misschien, want ik zag net een mailtje voorbij komen bij Kik, dat wellicht in de toekomst ook wiskunde A voldoende is in combinatie met natuur- en scheikunde. Als je HAVO doet, is het sowieso wiskunde A, natuur- en scheikunde. Hoe werkt de selectieprocedure? Als je aangemeld hebt voor de opleiding, dan kun je vanaf je 17e beginnen met selectie. Daar zijn tegenwoordig kosten aan verbonden. Het bestaat uit een psychologisch gedeelte. Op een onderzoeksbureau vindt dat plaats. Ik dacht dat het tegenwoordig in Utrecht is. Er zit een stuk medische keuring zit erin, of je fysiek gezond bent. En er zit een stuk training in waarin je aanleg voor het vliegen wordt getest. Daarin wordt vooral gekeken naar hoe snel je dingen kunt leren. Dat wordt als heel belangrijk ervaren, dat je in korte tijd snel dingen op kunt pikken. Ben je gaan filmen? Hoe lang duurde uw opleiding? De opleiding duurde 2 jaar. Tegenwoordig is dat ongeveer nog steeds dat een opleiding 2 jaar duurt. Wat het verschil is tegenwoordig vergeleken met mijn opleiding is dat het theoriegedeelte in Nederland plaatsvindt. En het vlieggedeelte met name in het buitenland of in Zuid-Europa of in Amerika. En dat komt omdat daar het weer veel stabieler is en er dus bijna altijd gevlogen kan worden. Als het hier in Nederland slecht zicht is, mistig, een hoop storm, dan kan er niet gevlogen worden als leerling vliegen. En dat gaat dan ten koste van je opleidingstijd. Dus vandaar dat een gedeelte van de opleiding naar het buitenland is gehaald tegenwoordig. Waar zijn de werkmogelijkheden? De werkmogelijkheden liggen nog steeds ook binnen Nederland. Onder andere bij de KLM, bij Transavia. Maar ik denk dat je als je tegenwoordig vlieger wil worden, dat je echt internationaal georiënteerd moet zijn. Moet kijken naar elders in Europa, elders in de wereld, op dit moment het Midden-Oosten en wellicht ook wel China, waar heel veel groei is de komende jaren. In Nederland is de KLM nog steeds vliegers aan het aannemen, maar het is niet meer zo hard aan het groeien als het in het verleden is. Dus ik denk dat je echt internationaal georiënteerd moet zijn tegenwoordig. Wat houdt het werk in? Het werk houdt in principe, heel simpel gezegd, het vervoeren van passagiers van A naar B, maar er is veel meer dan dat natuurlijk. Het allerbelangrijkste bij het vervoeren van de passagiers is de veiligheid. Die staat altijd voorop.
Dus het veilig vervoeren van passagiers van A naar B. Daarom worden wij ook 4 keer per jaar getraind in de simulator om allerhande noodsituaties te trainen. En zodat we vaardigheid hebben om daar goed op te reageren. Zeer belangrijk tegenwoordig is dat het vak van verkeersvlieger meer is dan alleen het vliegen van het vliegtuig. Maar ook steeds meer een manager of the flight heet dat. Dus het managen van je team, van je stewardessen, je collega vliegers. Het welkom heten van de passagiers. Zorgen dat ze zich thuis voelen aan boord en zich veilig voelen aan boord. En ook de samenwerking met al het grondpersoneel. Om te zorgen dat er een zo goed en efficiënt mogelijk product wordt neergezet. Wat zijn de voordelen aan uw werk? De voordelen aan mijn werk zijn dat je heel veel van de wereld ziet. Ik heb langere afstanden gevlogen, intercontinentaal. Dan kom je alle grote wereldsteden, daar verblijf je een paar nachten. Daarna ga je weer naar huis. In principe ben je op bestemming, ben je vrij om te doen en te laten wat je wil. De grote variatie die erin zit, eigenlijk is geen dag hetzelfde. De verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. En je bent bezig met een stuk ultieme techniek, een modern verkeersvliegtuig. En dat is toch ook wel heel aantrekkelijk. Wat zijn de nadelen aan uw werk? De nadelen van mijn werk, dat is het tijdsverschil waar je mee te maken hebt. De zogenaamde jetlag, dat je daardoor je bioritme verstoord wordt. Het werken van de nacht. Daardoor word je ook, je hebt wel de vrije tijd om daarvan te herstellen. Maar dat brengt natuurlijk wel vermoeidheid met zich mee. En dat je af en toe tussen de 4 dagen en de week van huis bent tegenwoordig. Vroeger was dat veel langer. Dan was je soms als vlieger wel 3 weken van huis. Maar tegenwoordig is een beetje het langste wat je van huis bent, is een week ongeveer. Dus wel lekker rustig voor de kinderen. Maar ik mis ze dan toch wel af en toe. En het is zo dat je niet alle feestdagen, verjaardagen, dat je thuis kunt zijn. Dat hoort gewoon bij de onregelmatigheid van het werk. Shithole. Kom, we flitsen hem. Maastricht. Oh. Nou, volg dit. Follow me. Kijk, je bent gewoon. Nou, volg dit bies ook zo. Waarom weet deze shit gewoon? Kijk, wat is dit fixen? The police coming straight from the underground. A young nigga got it.